Goedenavond, welkom bij Spoorloos. Adoptiekinderen zitten vaak met vragen waarom ze zijn afgestaan. De verklaring is vaak: moeder was te jong, te arm of niet getrouwd. Maar vanavond het verhaal van een moeder die haar kind, zonder dat ze het wilde, voorgoed afstond. Het gevoel van adoptiekinderen ten opzichte van hun biologische ouders verandert vaak naarmate ze ouder worden. Bij Desiree begon het met boosheid. Hier is Desiree Boskamp. Heb je altijd al, voor zover je kunt herinneren, geweten dat je geadopteerd was? Ja, volgens mijn ouders is het vanaf het begin af aan zeg maar bekend geweest. Mm-hmm. Ik kan mezelf alleen herinneren dat ik het bewust pas begreep toen ik 7 was. Toen begreep je pas? Ja. Toen dacht je, besefte je wat het betekende misschien? Ja, ik denk dat daarvoor dan ben je gewoon iets te jong om te bevatten wat dat inhoudt. En ja, ik kan me herinneren dat toen ik 7 was, dat we daar echt een gesprek over hadden. Ja. Ja. En wat vond je ervan, zo jong? Ja, ik had, omdat ik zo jong was en je bepaalde dingen niet goed begrijpt, dan nog een gevoel van boosheid en onbegrip. Het werd ook verteld van ja, het was een foutje en het was een onbedoelde zwangerschap. Dus als kind ja, kijk je daar heel anders tegenaan dan dat je zelf wat ouder bent natuurlijk. En dan boosheid ten opzichte van je moeder? Ja, van mijn biologische moeder inderdaad. Dat ik gewoon niet begreep dat had kunnen gebeuren. En ik kreeg ook een beetje het gevoel van ja, die boekjes van Pit op kostschool en wat doe ik hier en wat gek de dolle allemaal. Tweeling en ik weet niet of je die ook kent. Ja. Zo van een meisje dat niet bij haar eigen ouders kan wonen. En daar voelde jij je een beetje mee verbonden. Ik was heel gelukkig, absoluut. Ik heb ook helemaal niet dat ik hier zit omdat ik uit ongeluk of zo op zoek ben. Maar ik had echt van jongs af aan wel heel veel vragen erover en een soort onvrede van ik wil weten hoe het zit. Ja. En wat weet je van je biologische moeder, behalve dan wat je net zegt, foutje, ongelukje? Ja, van haar als persoon niets, maar wel van de feiten en de omstandigheden. Dus ik weet dat ze 18 was en dat ze zwanger raakte onbedoeld en dat ze toen naar een soort opvanghuis is gegaan om daar zonder dat de ouders het wisten te bevallen. Oh, dus zelfs de ouders wisten van niks? Dat is wat ik inderdaad begrepen heb en het is allemaal een beetje in het geheim gegaan. Op die manier. Stond er iets verder nog over haar leven in, hoe dat eruit zag? Nee, ik weet alleen dat ze heel sportief was en heel erg van zwemmen hield. Maar ja, dat is natuurlijk wel heel vaag allemaal. Maar ik weet niet, hou je ook van zwemmen? Ja, dat wel. Echt waar? Ja. Nadat je het wist? Nee, altijd al een waterratje geweest, ja. Weet je ook iets over je vader? Nee, helemaal niet. Nee, ik weet ook helemaal niet of dat nog steeds een stel is, zeg maar. Of dat ook een foutje was in die zin, of dat die relatie is doorgegaan, ik weet er helemaal niets van. Maar ben je ook naar hem op zoek, of echt, gaat het je echt om je moeder? Het gaat me primair om mijn moeder. Ik kan nog niet zo goed uitleggen waarom dat is, maar je hebt toch, ja, omdat zij die keuze toen gemaakt heeft, toen ze 18 was, om geen abortus te doen, maar toch het kind te houden, dan tijdens de zwangerschap en het daarna af te staan bewust. Ja, daar heb ik dan meer gevoel bij dan de vader. Ik weet ook helemaal niet of die nog in de picture is. Nee. Ik kon niet zeggen dat ik hem niet belangrijk vind, maar het gaat primair om mijn moeder, mijn biologische moeder. Ja. Nou zei je net dat het begon met boosheid, maar dat veranderde, hè? Jouw gevoel ten opzichte van je moeder. Mm-hmm. In wat? Ja, heel raar. Eigenlijk toen ik zelf 18 werd, sloeg het om in een soort begrip en intens respect. Dat ik mezelf probeerde voor te stellen van jeetje, ik ben 18, ik heb net VWO-examen gedaan. Moet je voorstellen dat ik nu zelf zwanger zou zijn. Ik weet niet of ik dat dan zou kunnen doormaken wat zij heeft doorgemaakt. En hoe cliché het ook is, maar je ziet in heel veel films, zie je het ook gebeuren, dat ze dan een kind afstaan na de geboorte. En dat lijkt me echt bijna onmenselijk gewoon. Ja. En toen was die boosheid was al natuurlijk vervaagd. Naarmate je ouder wordt, krijg je steeds meer begrip. Maar toen ik zelf 18 was, toen had ik zoiets van wauw, wat een respect had ik opeens ervoor, voor die keus. Kon je opeens voorstellen hoe het was misschien? Ja. Was het ook zo dat je toen ook meteen het gevoel kreeg van ik moet naar haar op zoek gaan? Ja, ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest ernaar. Maar ik heb het een beetje binnengehouden, omdat het ligt natuurlijk heel gevoelig. Ik wilde mijn ouders niet kwetsen, dat gevoel heb je toch, ja. En je weet ook niet wat voor beerput je opentrekt aan de andere kant. Ik weet helemaal niet in wat voor situatie zij nu zit. Of ze getrouwd is met iemand anders, of dat ze nog wel met die man samen is. Maar misschien heeft ze andere kinderen en heeft ze dat nooit verteld en daarover gesproken. Dus ik vond het toen heel egoïstisch om te zeggen, nou ik wil het weten, dus
Ik ga daar heel hard naar op zoek. Ik vond dat heel moeilijk. Ja. Maar hoe zit dat daar dan nu mee? Want dat is natuurlijk niet veranderd. Nee, maar op een gegeven moment krijg je die behoefte toch veel sterker. Dat je denkt van ja, ik moet nu gewoon toch aan mezelf denken. Want ik krijg er heel erg spijt van. Als ik het misschien te laat doe en misschien is ze dan al overleden. Of ja, op een gegeven moment had ik ook een gesprek met mijn moeder erover. En ja, ik had altijd een beetje moeite om erover te spreken. In de zin van... met een stuk begrip. Ze heeft altijd helemaal achtergestaan dat als ik zou gaan zoeken, dat zou ze begrijpen. Maar het ligt toch heel moeilijk, want je wil mensen niet kwetsen. En pas toen ik eigenlijk een jaar of twee geleden met mijn moeder daarover sprak, heel intens. Toen zei ze ook van ja, ik zou het ook heel goed kunnen voorstellen dat je ernaar op zoek gaat. En dat je heel veel vragen hebt en dat je zo nieuwsgierig bent. Toen had ik eigenlijk voor het eerst iets van een soort opluchting van oh, het mag. Ja. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar toen was het oké. En het is natuurlijk ook heel eng en het is nogal een stap, maar... Maar ja. Je adoptieouders staan erachter, dus het mag. Ja. En een heel klein beetje egoïstisch mag dan misschien. Ja, misschien wel. Ja. Er is natuurlijk heel veel te vertellen over jouw zoektocht. En daarvoor gaan we naar de redactiekamer, naar Dirk. Ja, we zijn aan de slag gegaan met de officiële adoptiepapieren. Je bent geboren op 2 februari 1968 in het Velleden Nursing Home, een... Te huis voor ongehuwde moeders in het Engelse Leeds. Van je biologische moeder kreeg je bij de geboorte de naam Deborah Allison Rees. Nou, dat tehuis dat bestaat inmiddels niet meer. En ook de verpleegster die de adoptie tot stand heeft gebracht en die je moeder dus gekend heeft, die verpleegster is overleden. Archieven van het tehuis zijn niet toegankelijk en dat maakte het zoeken een stuk moeilijker. Toch hebben we de hand weten te leggen op jouw officiële geboorteakte en daarin stonden een aantal belangrijke gegevens. Allereerst de naam van je moeder. Allison Fraser Rees, er stond een oud adres in, en de naam van de universiteit waar ze studeerde ten tijde van jouw geboorte. Nou, op het oude adres daar woonde je moeder niet meer, en ook via die universiteit bleek geen nieuw adres te achterhalen. We hebben daarom een detectivebureau ingeschakeld. En dat ontdekte uiteindelijk via het Engelse verkiezingsregister het huidige adres van je moeder. Maar men vertelde ons erbij dat je moeder daar niet alleen woont. We hebben haar daarom gebeld op haar werk. Ze is eigenaresse van een klein antiekzaakje in Engeland. Ik wist dat dit op een dag zou gebeuren. Ik heb er altijd rekening mee gehouden dat ze ooit naar me op zoek zou gaan. Het was iets onvermijdelijks. Heeft ze de naam nog die ik haar heb gegeven? Het was het enige dat ik voor haar kon doen. Ik heb haar in het diepste geheim gekregen. Niemand wist iets van mijn zwangerschap, alleen de vader. Het was een gezamenlijke beslissing haar af te staan. Ik studeerde nog toen ik zwanger raakte. De vader ook. Mijn ouders zouden het nooit goedkeuren. Na de bevalling is het leven verder gegaan. Ik heb mijn studie afgemaakt en ben getrouwd. Ik ben met haar vader getrouwd. Inmiddels hebben we 3 kinderen. De kinderen hebben geen enkel idee van haar bestaan. Ik vond het niet nodig het te vertellen. Ik heb wel eens overwogen erover te praten, maar besloot het niet te doen. Vooral mijn dochter is erg tegen het afstaan van kinderen. Ik voel me vreselijk als we erover discussiëren. Ik weet niet goed wat ik met uw telefoontje aan moet. Ik moet het nieuws op me laten inwerken. Ik wil de situatie ook graag met mijn man bespreken. Belt u morgen maar terug. Ja, het komt er dus op neer dat je moeder altijd het gevoel heeft dat je op een dag naar haar op zoek zou gaan. En misschien was ze daarom ook wel zo openhartig tijdens dat eerste telefoongesprek. Van de 3 kinderen die je vader en moeder hebben, weten we niet zoveel af. Behalve dat de oudste 29 is en de jongste 24. En zoals je hoorde, vroeg je moeder of we haar de volgende dag wilde terugbellen. En dat hebben we uiteraard gedaan. Uw telefoontje gisteren was toch wel een hele schok voor me. Zoals ik al zei, wist ik dat het ooit zou gebeuren. Maar toch... Ik heb 's avonds mijn man ingelicht dat onze dochter ons zoekt. Hij reageerde redelijk positief en zei meteen begrip te hebben voor mijn moedergevoelens. We hebben in de loop der jaren nog vaak aan Desiree gedacht, vooral op haar geboortedag, maar nooit stilgestaan bij dit moment. Ik voel me vreselijk schuldig. Mijn kind afstaan leek toen echt de beste beslissing. Dat is iets dat ik ook tegen mezelf moet blijven zeggen. Maar voor mijn dochter moet het heel hard zijn te horen dat ik met haar vader getrouwd ben en dat we samen nog 3 kinderen hebben. Misschien vindt u me wel heel egoïstisch, maar ik weet niet of ik mijn leven zomaar overhoop wil gooien door mijn dochter te ontmoeten. Het is allemaal zo dubbel.
Ik wil niet dat zij zich afgewezen voelt, maar ik ben bang dat mijn andere kinderen mij af zullen wijzen als ze weten van haar bestaan. Mijn man zegt dat ik mag beslissen. Hij begrijpt dat mijn band met Desiree sterker is dan hij ooit kan voelen. Het zou in fases moeten. Misschien kunnen we elkaar eerst bellen en op een neutrale plaats ontmoeten. Eerst aftasten hoe het tussen ons klikt. Ik ben erg nieuwsgierig naar haar leven, of ze gelukkig is. Als blijkt dat we samen verder willen, of als Desiree aangeeft met haar broers en zusters te willen afspreken, ben ik bereid hen in te lichten. Het zal moeilijk zijn, maar het is de consequentie van mijn keuze. Ja. Mooi. Ja. Het is veel, hè, wat je hebt gehoord. Ja. Heel, ziet, ja, bepaalde herkenningspunten. Ik heb ook zelf net een winkel, 1,5 jaar. Dat vind ik heel mooi dat zij een antiek winkel heeft en dat ik zelf net ook een winkel heb. Dat zij het woord egoïstisch gebruikt, vind ik heel mooi, want daar zat ik natuurlijk ook mee. Van mijn kant naar haar toe. En dat ze zich schuldig voelt, dat vind ik heel onterecht, maar goed, dat doet nu niet zo ter zake. Ik ben blij dat het goed met haar gaat. En ik ben wel verrast dat ze inderdaad met diezelfde man nog samen is. En dat er tussen mij en die andere dochter of zoon, dat ben ik even kwijt, van 29, eigenlijk zo'n korte periode zit. Want hoe oud ben jij? Ik ben 32 bijna. 3 jaar zit er tussen. Ja, dat is, vind ik, ben ik een beetje verbaasd over, maar ja, ik begrijp Want wat wel. Denk je daar dan bij? Waarom ze, toen ze 18 was, wel besloten om het af te staan en dan 3 jaar daarna wel een kind heeft. Maar dat zal ik niet veroordelen, want dat zal ongetwijfeld een reden hebben. Situaties kunnen in 3 jaar natuurlijk ook heel erg veranderen. Maar het is, het grijpt me veel meer aan dan ik had verwacht. Ze zegt dat ze het voorlopig geheim wil houden, hè? Ja. Wat vind je daarvan? Ik heb er onbewust, je weet natuurlijk van tevoren niet welke kant het op gaat. Dus je hebt een aantal scenario's in je hoofd zitten van ja, ze wil wel ontmoeten, niet ontmoeten. Klinkt ze stom om nu te zeggen dat ik altijd heb gevoeld dat ze leeft. Dat was voor mij geen vraag, maar wil ze me ontmoeten? Dat was voor mij mijn grootste vraagteken eigenlijk. En ik begrijp heel goed dat het voor haar heel moeilijk ligt. En ik zal ook eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk sinds het telefoontje van jullie, ik moest mijn gevoelens kwijt, dus ik ben begonnen aan een brief naar haar. Waarin ik ook rekening hou met het feit dat ze me niet kan of wil ontmoeten. Dat respecteer ik. En dat ze dat misschien langzaam moet opbouwen. Ja. Daar had je al rekening, je schreef in die brief al dat soort dingen eigenlijk, zonder dat je het wist. Ja. Ja, meerdere dingen hoor. Dus dit is een van de scenario's. Maar ja, je hoopt natuurlijk dat ze de trap af kon, bij wijze van spreken. Maar ik had er onbewust ook rekening mee gehouden dat het voor haar misschien heel moeilijk was in het leven wat ze nu leidt. En het is nogal wat natuurlijk. En je vader? Ja, dat is heel gek. Ik heb daar niet zo'n gevoel mee. Ja, ik hoor het en dan hoor ik het in punt. Maar bij haar raakt het me echt wat ze allemaal zegt, elke woord. Het gekke is dat je vader eigenlijk hetzelfde zegt, hè? Ik weet niet of je dat hebt meegekregen, omdat je misschien zo... Hij zegt eigenlijk ook, ik snap dat de band van je moeder, dat die sterker is. Dus wat dat betreft lijken jullie misschien op elkaar, dat jullie dat hetzelfde aanvoelen. Je moeder wil dus wel contact met je. En ik, je kunt haar natuurlijk zo snel mogelijk bellen. Zij wacht erop. Oké. Ja? Ja. Dankjewel dat je hier wilde zijn en heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Waarom ben je op zoek naar je vader of moeder? Er zijn vaak heel veel redenen. Maar een van de redenen die regelmatig genoemd wordt, is dat het belangrijk kan zijn iets van je medische voorgeschiedenis te weten. In het verhaal van Karin van Schaik speelt die medische geschiedenis op meerdere momenten in haar leven een rol. Hier is Karin van Schaik. Ja, Karin. Je bent op zoek naar je vader. Ja. Kun je iets vertellen over wat je over hem weet? Ik weet zijn naam, dat is Cor de Bakker. En hij woonde in Rotterdam.
kwam uit een vrij groot gezin. En wat is groot? Vier kinderen, meen ik. En waarvan er twee kinderen met een handicap aan de benen. Een broertje en een zus. En zijn vader, die liep op krukken. Dus er was blijkbaar iets in die familie, erfelijks? Dus, voor mijn gevoel lijkt het of er iets erfelijks zou zijn. En zijn ouders hadden een fietsenzaak. In Rotterdam? In Rotterdam, ja. Dat is wat ik ervan weet. En had hij echt een relatie met je moeder? Ja, ze hebben samen een relatie gehad van ongeveer een jaar. Mijn vader was vrij jong, 16, 17 jaar. En mijn moeder net 18, toen ze zwanger van hem raakte. Mm-hmm. En eigenlijk waren ze heel erg blij mee. Maar ja, zijn ouders vonden het eigenlijk niks. Dus hij moest met die relatie stoppen van zijn ouders. Want zijn ouders vonden je moeder niks? Bedoel ja, dat heb ik eruit begrepen. Maar ja. Ik weet niet helemaal zeker wat daar nou de bedoeling van was. En weet hij dat je moeder zwanger was, dus van jouw bestaan? Dat weet ik niet precies, maar ik heb begrepen toen ik ongeveer een half jaar oud was. Ik ben geboren met een aangeboren hartafwijking. En de dokters wilden natuurlijk graag weten of dat ook in de families voorkwam. Dus bij mijn moeder kwam het niet voor. En ze heeft toen naar familie De Bakker gebeld om te vragen of daar dat er een dochter geboren was, die Karen heette. En of er in zijn familie soms mensen met een hartafwijking waren. En die waren er niet. En wie had je moeder aan de telefoon? Dat weet ik niet. Ja, ja. Dat weet ik niet. Dus het is niet duidelijk wie ze heeft gesproken en of die het ook weer heeft verteld tegen je vader? Nee. Dus. Heb jij altijd zelf ook geweten dat deze Cor De Bakker je vader was? Nee, eigenlijk niet. De huidige man van mijn moeder, die heeft me altijd grootgebracht. Die heeft me grootgebracht als zijn dochter. Ik heb altijd alles gemogen. Hij heeft nooit laten merken dat ik zijn kind niet was. De verjaardag kwam me dus ter sprake. Wacht even, met een verjaardag? Hoe oud was jij? Ik was 14, 15 ongeveer. Ja. Toen hadden we een verjaardag. Nou, je zit gezellig, een borreltje. En toen was het dus een oom. Die liet vallen van, nou, ze is nu oud genoeg. Je moet de waarheid maar eens vertellen. Waar jij bij was? Nou, ik heb dus in de wandelgangen heb ik het opgevangen. Ja, ja. Dus ik heb mijn moeder daar. Dat was niet de bedoeling, begrijp ik. Nee, maar denk ik niet. Dus ik heb mijn moeder daar later op aangesproken. En die heeft inderdaad toen gezegd dat deze huidige man mijn vader niet is. Maar dat Cor De Bakker mijn vader is. Zo. Had jij nooit, als je terugdacht, hè, want dan is het altijd makkelijker, ook iets gedacht of gezien of gemerkt? Toen ik terugdacht. Een paar jaar ervoor, toen heeft mijn oma een opmerking gemaakt van, gewoon vind je het niet vreemd dat je niet op je broertjes of op je zusje lijkt? Nou, ik dacht, wat moet ik met die opmerking? Ja. Er zijn toch meer kinderen die niet op elkaar lijken? Maar nu ik de waarheid dus weet. Ik zou beter kunnen vragen, vind je het niet vreemd dat je niet op je vader lijkt? Ja, dus, maar nu ik de waarheid weet, heb ik zoiets van, ja, nu merk ik, nu valt het muntje pas wat zij daarmee bedoelde. En ik denk ook dat ze de baan vrij wilde maken voor een bepaald spoor waar ik misschien later voor. Nou, maar jij ging daar niet op in? Op ik dat ging moment. Er niet op in, nee. Dus had je meteen het gevoel dat je op zoek moest gaan naar hem toen je het wist? Nee, eerst niet. Nee, ik had het verder prima thuis. En ja, ik was gewoon opgegroeid net als iedereen. Maar later toen ik zelf kinderen kreeg. Toen mijn jongste geboren is, die werd aan een schedeloperatie werd hij geopereerd aan zijn schedel. En toen had ik zelf zoiets van, misschien zit er wel verband tussen. Misschien zit er bij mij wel een erfelijke ziekte dat mijn kind dat heeft. Dus achteraf blijkt het van mijn zoon dus niet erfelijk te zijn. Nee, maar het kwam toen wel bij jou boven. Ja, het gevoel kwam gewoon boven. En nu heb ik ook zoiets van, het gevoel naar mijn vader werd wel sterker toen. Ja, ik zou toch eigenlijk wel heel graag willen weten wie die is. En wat die is. Of ik op hem lijk. Of ik dingen van hem heb. Of, ik ben gewoon nieuwsgierig. Ja, dus, dat er zoiets moet gebeuren. Ja. Wij hebben je vader gevonden. We hebben hem gesproken in de buurt van waar het allemaal gebeurd is, namelijk in Rotterdam. We hadden een fietsenzaak aan de Kruiskade. Mijn vader die liep met twee krukken en een beugel. Hij had een Engelse ziekte, dat heette zo, dat was rachitis. Dat is een kalkgebrek, dus zodra het heel was en het brak, dan groeide het weer niet aan elkaar. Dus dat bleef eigenlijk zo sukkelen. Dat herinner ik van Maria. Ik heb verkering gehad. Dat weet ik wel, in 1961. Was ik nog verliefd ook, heel erg verliefd. Wat er toen gebeurd is. Ja, zij woonde op kamers in Rotterdam. Dus een keertje bij haar, een keertje kwam ze bij mij visite. Mijn vader die was een man die zei van,
breng ze mee naar huis. Nee, mijn moeder was daar een beetje anders in. En daar kwam ook constant een beetje wrijving over natuurlijk. En dat kan met allerlei dingen te maken hebben. Ik bedoel, ik was katholiek en zij is niet katholiek. Dat soort dingen allemaal een rol mee gespeeld hebben natuurlijk. En uiteindelijk is het daardoor uitgegaan? Dat is de reden geweest. Kijk, ik was heel jong en vroeger had je natuurlijk wat meer ontzag voor je ouders dan tegenwoordig. Dus op een gegeven moment was het gewoon zo van, die verkeer gaat uit. Nou, en dan gebeurde dat ook gewoon. Dat moest van moeder? Dat moest van moeder gewoon. Je praat over Ria als zijnde je eerste grote liefde, hè? Heb je nog wel eens aan haar gedacht? Nou, gedacht is nog wel erg geweest. Toen ik gescheiden was, ben ik de hele tijd alleen geweest. En toen heb ik zelfs wel eens gedacht om te gaan zoeken of ik ze kon vinden. Ik heb daar toch wel een beetje mee gezeten. Ik heb vreselijk veel om haar gegeven. En eigenlijk is het een beetje abrupt afgebroken. En ik heb eigenlijk nooit geen contact met haar gehad, nooit meer gezien. Dus eigenlijk in die periode dat ik alleen was, dacht ik nog wel eens aan zo van, zal ik eens naar Leiden rijden om te kijken of ik het kan vinden. 2 weken geleden zoeken we voor het eerst contact met Cor de Bakker. We vertellen hem dat Ria destijds zwanger is geraakt van hem. Cor reageert verbijsterd. Ik word gebeld en er wordt geweest gezegd, ben jij Cor de Bakker? Dan zeg ik ja. En dan blijkt dat ik een dochter heb van 37. En dan vraag ik nu aan mij, hoe voel je je eigen? Nou, heel slecht. Ik word wakker van s'nachts, ik droom ervan. En ik heb eigenlijk nooit gehoord, van niemand niet, dat ze zwanger was. Ria, de moeder van Karin, zegt dat ze het jouw familie heeft laten weten, omdat Karin geboren is met een hartafwijking. En het ziekenhuis zei, onderzoek of het soms in de familie van de vader voorkomt. Ja. Dus iemand in jouw familie moet dat telefoontje hebben aangenomen. Wat denk je daar nu van? Nou, dat zou kunnen dat mijn moeder dat geweest is. Mijn moeder is eigenlijk vanaf het begin af tegen die verkering geweest. Nou kan het zijn, ik werkte met mijn vader in de zaak, dat zij met mijn moeder gebeld heeft. Dat zij dat mijn moeder verteld heeft, maar mijn moeder het nooit aan mij verteld heeft. Het is voorstelbaar dat jouw moeder het wist en dat altijd voor zich gehouden heeft. Ja, dat zou best kunnen. Wat vind je daarvan? Kunnen. Ja, wat moet ik daarvan vinden? Kijk, als ze nu geleefd zou hebben, dan zou je zeggen van ik ga er naartoe en we gaan erover praten. Gelukkig leeft ze niet meer. Voor dit, niet omdat mijn moeder niet meer leeft, maar dan heb je ook geen ruzie. Kijk, ik weet van 61 niks meer af. Ik weet niet dat ik met haar naar bed ben geweest. Dat weet ik gewoon niet. Dus dan kunnen jullie zeggen van, je hebt een dochter. Nou, dan wil ik haar gewoon zien. Dan zeg ik van, als je ziet, dan zeg ik nou, dat is zo of het is niet zo. En als ik jou een foto laat zien, denk je dat je dan, dat alle twijfel weggenomen is? Als het een echte De Bakker is, dan kan ik het zien. Want we hebben een hele sterke aantrekkingskracht. Dus dan moet je het kunnen zien. Een De Bakker herken jij uit? Ja, dat kan ik zien. Ja, dit is sprekend mijn jongste zus. Zelfs dat kleine ventje wat hierop staat, dat lijkt nog een beetje op een nicht van mij. Nee, dit is echt de Bakker. Ik heb ze 37 jaar niet gezien, ik heb 37 jaar niet geweten dat ik een dochter heb. Nu krijg ik een dochter, dus wat doet het je dan? Ik denk je dat pas kan merken als je ze ziet, als je ze dan meepakt, dat je dan zegt, nou, dat is mijn dochter. Maar wat op doet dit het moment, je om die gelijkenis te zien? Ja, nou, dat doet me wel wat. Daarom zeg ik ook, dit is mijn dochter. Karin blijkt het oudste kind van Cor te zijn. Hij heeft nog 4 kinderen. Zijn jongste 2 zijn nu 8 en 5. Alle familieleden zijn op de hoogte van Karins bestaan en zijn heel benieuwd hoe de ontmoeting verloopt tussen Karin en haar vader. Net als Karin kwam ook Corinne er op latere leeftijd achter dat de man door wie ze werd opgevoed niet haar vader was. 16 was ze toen. Ze had nooit reden gehad om te twijfelen. Haar stiefvader had zich altijd gedragen als een echte vader. Hier is Corinne Epskamp. Dag Corinne. Het lijkt wel een beetje op jouw verhaal, hè? Ja, een klein beetje wel. Ja. Je stiefvader had zich altijd gedragen als een echte vader, hè? Ook dat vertelde Karin eigenlijk. Wat voor man was of is jouw stiefvader? Mijn vader is gewoon een vreselijke lieve man. Daar hou ik ook ontzettend veel van. En hij heeft altijd heel goed voor me gezorgd en doet hij nog. Ja. Het is de liefste vader van de hele wereld voor mij. Heb je het er ook wel met hem over
Over het feit dat hij niet je echte vader is? Ik heb 2 jaar geleden met hem over gesproken, voor de eerste keer. Omdat ik het toch altijd heel moeilijk vond om daarover te praten. En hij weet natuurlijk dat ik op zoek ben. En hij gaat er ook wel mee akkoord. Maar leuk vindt hij het niet. Maar hoe gaat dat als je er met hem over praat? Ik hoor altijd een soort van ondertoon als ik met hem erover praat. Zo van, dat is jouw vader niet, die ik dus nu zoek. Dat is jouw vader niet, omdat hij dat toch heel erg eng vindt. Ja. Ik heb ook tegen hem gezegd, er verandert niets aan. Nee. Je bent mijn vader en blijft mijn vader. Ja. Wanneer leerde jouw stiefvader je moeder kennen? Was dat lang nadat jij geboren bent? Nee, mijn stiefvader en mijn moeder kenden elkaar al van heel kleins af aan. Die woonden bij elkaar om de hoek. En waren eigenlijk altijd vriendje en vriendinnetje. En voor de mensen die daar woonden, hoorden ze gewoon bij elkaar. Het was Cor en Clara en zo was het. Maar toen mijn vader 15 was, is mijn vader gaan varen op de grote vaart. En dat waren hele lange reizen van maanden. En op een gegeven moment is mijn vader 4 januari 1957 teruggekomen. Van een lange reis. Ik denk wel 9 à 10 maanden. Op 4 januari 1957. En hij kwam thuis en hoorde dat zijn Clara een kind gekregen had op 2 januari 1957. En toen kon hij natuurlijk heel goed optellen van, dat kan nooit mijn kind zijn. Kort daarop zijn ze getrouwd. Ja, want dat vind ik wel heel bijzonder dan, ja. dat hij toch nog met haar getrouwd ja, is. Ja, hij was gewoon hartstikke gek op haar. Hij hield ontzettend veel van haar. Het maakte eigenlijk niet uit. Nee, het maakte hem niet uit. En hij heeft mij geëcht. Een dag voor hun huwelijk. En ja, ik ben gewoon zijn kind. Wat lief, hè? Ja. Dat betekent dat jouw moeder dus in de tussentijd dat je vader weg was, een andere man heeft gehad. Jouw echte vader. Wat weet je van hem? Ik weet dat hij Jaap de Lange heet. Het is een dienstmaat geweest van mijn oma Arie. Dat is tweelingbroer van mijn moeder, Clara van Egmond. En zo is Jaap de Lange bij mijn oma over de vloer gekomen. En ik denk dat ze in die periode dus een soort van relatie hebben gehad. Is het dan niet zo dat jouw oom nog weet waar hij zijn dienstmaat kan vinden? Mijn oom is overleden. Mijn moeder is al 20 jaar geleden overleden. Mijn oma is ook overleden, dus ik kan aan niemand iets vragen. En mijn vader, mijn stiefvader, weet het ook niet. Ja, die was er niet. Nee, maar mijn moeder heeft het ook nooit verteld aan mijn vader. Heeft jouw moeder, behalve dan dat het een dienstmaat van je oom was, nog iets over de man zelf verteld, over je vader? Later heeft ze wel eens over Jaap de Lange gehad, dat het een vriendje van haar was. En dat hij wel eens stiekem cadeautjes in haar zak stopte. En later zei ze ook weer van, ik word er elke dag mee geconfronteerd, want je lijkt zoveel op hem. Oh ja? Ze heeft nooit gezegd op Jaap, maar je lijkt veel op hem. En daar moest ik het mee doen. Maar ze zei geen nare dingen dus over hem? Nee, toen zij het over Jaap had, had ik het gevoel dat het heel warm was. Ja. Ja. Waarom is niks geworden tussen die twee? Dat weet ik niet. Dat is ook een vraag die ik heel graag wil stellen. Je hebt ook een foto van hem, hè? Ja. Hoe kom je daaraan? 2 jaar geleden heb ik daar met mijn zus over gesproken, van, ja, dat ik wilde gaan zoeken. En toen zei mijn zus op een gegeven moment, heb mama nooit iets gezegd, een hint of een naam. En het is altijd in mijn achterhoofd blijven hangen, dat Jaap de Lange. En toen zei ik dat tegen mijn zus. Ik zeg, ja, ik heb wel eens het vermoeden gehad dat het Jaap de Lange zou kunnen zijn. Waarop mijn zus zei, daar heb ik een foto van en achterop staat zijn naam, Jaap de Lange, en die zit in een doosje van allemaal spulletjes van mama. Dus een paar dagen later, ik was natuurlijk gigantisch nieuwsgierig. En een paar dagen later ben ik de foto op gaan halen. En toen ik dus de foto zag, was het een oergevoel. Het was een soort van thuiskomen. En hij lijkt heel erg veel op mijn jongste zoon, of ik moet eigenlijk andersom zeggen, mijn jongste zoon lijkt heel veel op hem. En jij zie je, want omdat je moeder altijd zei dat jij op hem leek? Ja, kijk, ik ben natuurlijk 2 keer zo oud nu als hij op de foto is. Maar ik zie daar ook wel trekken in. Ja. Maar wat bedoel je met, ik kreeg de foto en het was een soort van oergevoel? Ja, dat is heel moeilijk uit te leggen. Het lijkt een beetje op dat je heel lang weg bent geweest en dat je dan thuis komt.
Zo'n gevoel kreeg ik. Ik had ook echt zoiets van, dat is hem. Is het hem niet, eet ik een bezemstok op. Nou, ik zou het niet doen. Dit moet hem zijn. Ja, ja, ja. Het is een gevoel. En ik heb ook het gevoel, hij leeft. Ik heb ook het gevoel dat hij me heel graag wil zien. Dat is zo ontzettend sterk. En waar dat aan ligt, dat weet ik niet. En ik denk dat dat het oergevoel is. Ja. Ja. En je stiefvader, wat vindt hij ervan dat je zoekt? Mijn stiefvader vindt het goed dat ik zoek. Hij staat me ook niet in de weg. Maar leuk vindt hij het niet. Mm. Want ik ben zijn dochter. En ik blijf ook zijn dochter. Want het is mijn allerliefste vader. En hij is 43 jaar vader voor mij geweest. En ik teken bij vanaf 43 jaar. Hij vindt het eng. Wat zeg je? Hij vindt het eng. Hij vindt het eng, ja. Ja. Goed, je hebt dus een foto van hem, ja. Een naam. Ja. We gaan kijken of iemand de foto herkent of misschien iets van de volgende informatie. De familie van Egmond woonde op de Dremmelaarstraat nummer 7 in Rotterdam-West, toen Jaap de Lange daar wel eens over de vloer kwam. We hebben het over de jaren 55 tot 57. Jaap kwam uit Alkmaar. Hij zat toen de tijd in dienst en is in ieder geval gelegerd geweest op de Nederlandse Antillen, gezien het tropenpak dat hij op deze foto aan heeft. Dus we zoeken de man op deze foto, Jaap de Lange, uit Alkmaar. Hij moet nu ongeveer 65 jaar zijn. Hij was militair in de jaren 55 tot 57 en hij is gelegerd geweest op de Nederlandse Antillen. Ik moet de hele tijd naar je zoon kijken of die echt op hem lijkt. Ja, ik zie wel enige gelijkenis, ja. Goed, het zou mooi zijn als u de foto herkent, of als u ons misschien kunt vertellen wie de vader van Corine zou kunnen zijn. Misschien heeft u aanvullende informatie die ons dichter bij de oplossing zou kunnen brengen. In al die gevallen, bel ons. Het telefoonnummer is 0800 1582, dus 0800 1582. En we zijn nog tot ongeveer een uur na de uitzending te bereiken. Heel veel sterkte met wachten. Ik hoop dat we je heel snel kunnen bellen met nieuws. Dank je wel. U hoort bij ons wel vaker verhalen van adoptiekinderen bij wie het leven in Nederland niet zo mooi verlopen is als van tevoren werd gehoopt. Bij Christiano van der Ham was dat ook zo, maar soms is er een dieptepunt nodig om alles toch weer op het goede spoor te krijgen. Hier is Christiano van der Ham. Je bent op zoek naar je Braziliaanse moeder. Ga je er helemaal van trillen? Ja, het is voor mij een heel moeilijk onderwerp ook dus. Ja, het is ook een moeilijk onderwerp. Vertel eerst eens wat je van haar weet, van je moeder. Mijn moeder heette Valmira. Ze had nog 6 kinderen, 4 broers, 2 zussen. Of van mij dan. Ja. Ze was rond de 38, 40 jaar. Het was een vrijgezette vrouw. Ja. Lang zwart haar, opvallend. En dat is de enige informatie eigenlijk die ik daarover gehoord heb van hem. En weet je ook waarom ze jou heeft afgestaan? Ja, in verband, mijn vader is op een gegeven moment weggelopen. En zij zat dus met 6 kinderen en ik was de 7e. En dat was voor haar op dat moment te moeilijk om daar haar man was weg. En om dan voor de kinderen te zorgen. En ik was nog klein, dus het was voor haar heel moeilijk. Dus vandaar dat ze ook tot die adoptie toen is gekomen. Ja. En de andere 6 konden wel blijven? Dat is dus een vraag. Het is wel een broertje van mij in het kinderthuis gelegen waar ik op nog gelegen heb. Ja. Een zusje van mij ook, maar waar die naartoe zijn gegaan. Of mijn ouders zijn er toen nog een keer achteraan gegaan. Omdat ze in Rotterdam zou er een broertje van mij daar naartoe gaan. Ja. En het is op een gegeven moment niet meer doorgegaan. Dus het is een beetje onduidelijk of zij bij je moeder zijn gebleven of dat ze ook zijn ook afgestaan. Afgestaan zijn. Want dat lijkt me nog wel uitmaken voor jou. Of alle 6 de kinderen kunnen blijven en jij alleen niet? Ja, dat vraag ik me dus af en ook. Dus is ook echt de vraag van of ze zijn ook geadopteerd of toch met mijn ouders gebleven. Want wat zou je ervan vinden als zij allemaal konden blijven en jij niet? Het doet altijd zeer om afgestaan te worden aan de ene kant. Maar aan de andere kant heb ik er ook weer een begrip voor in zo'n situatie. Het zal wel zeer doen, dat altijd wel, maar... Mm-hmm. Ja, ik heb toch in mijn achterhoofd van, ze kon dan met niet anders en ze waren toch al ouder als mij. Dus misschien konden die nog wel meer toekomst dan mij toen ik zo klein was. Mm-hmm. Kennissen van jouw adoptieouders hebben bemiddeld bij de adoptie en zij hebben je moeder ook gezien, hè? Ja,
Wat konden ze vertellen over haar? Ja, ze was een vrouw die zich stipt aan de afspraak hield. En dat was al toch al apart. Want in die landen zijn mensen heel vaak met afspraken toch van, nou, later maar, dat komt wel. En, maar ze had elke afspraak, want ze stond er niet ingeschreven bij de burgerlijke stand. Ze moest zoveel dingen nog regelen met de papieren. Ze is overal mee naartoe geweest. En op een gegeven moment is ze ook 3 dagen weg geweest. Dat we een afspraak met mijn kennis aan. En toen bleek in één keer dat ze spoorloos was. Maar toen was ze naar familie vertrokken in het zuiden van Brazilië. En even later is ze toch opkomen dagen nog. En ja, alles is toen allemaal nog geregeld, papier. Mm-hmm. En dat uiterlijk wat je net beschreef, dat heb je van die kennissen? Ja, die heeft mijn moeder ook gezien. En het is heel jammer dat er geen foto's zijn. Nou, het is echt gewoon... beschrijving doet ook al veel, maar het is toch wat er van binnen zit. Dat trekt toch aan. Dat zou toch mooi zijn, ja. Konden ze ook iets zeggen over hoe het voor je moeder was om jou af te staan? Liet ze daar iets van merken? Nee, eigenlijk nooit. Heb ik nooit te horen gekregen hoe ze zich voelde daarover. Maar het lijkt mij, als ik me in haar situatie verplaats, dat het toch een hele moeilijke beslissing is geweest. Want hebben ze later nog wel eens contact met je moeder gehad? Nee, ook niet. Nee, dat is helemaal verwaterd op een gegeven moment. Dus ja, moeilijk hè, dat je van daarna dan niks meer weet. Ja. Het valt me op dat je zo positief eigenlijk praat over, zo vol begrip kan ik het beter zeggen, over waarom ze je heeft afgestaan. Hè? Toch ben je niet altijd zo positief met je adoptie omgegaan. Nee, tot mijn 14e ging het allemaal goed. En op je 14e puberteit erbij kwamen de problemen, verkeerde vrienden op straat. En dat was ook het punt bij mij toen ik heb gezegd van je kan nou zo doorgaan of je gaat gewoon een ander leven beginnen. En toen heb ik ook gezegd van ik stop overal mee en netjes werken, positief gewoon. Ja, het ging zo slecht met je dat je dacht, dit is niet goed, ik moet een ander leven gaan opbouwen. Dit schiet gewoon niet op, want ik dacht ook, zoveel vrienden, ik had zoveel bekenden en op een gegeven moment kom je er gewoon achter dan in dat soort dingen, dan heb je gewoon geen vrienden. En nu dus op zoek, ja. We gaan weer even naar de redactiekamer, naar Derek. En hij vertelt meer over je zoektocht. Ja, Christiane al, onze correspondente in Brazilië is met jouw gegevens aan de slag gegaan. Navraag bij allerlei officiële instanties, zoals de kinderbescherming en de rechtbank, leverde helaas niets op. Ze is daarom zelf naar São Paulo gegaan, de stad waar je bent geboren. En die reis is niet voor niets geweest. In een grote arbeiderswijk aan de rand van de stad trof ze een tante van je. En die wist te vertellen dat jouw familie uiteen is gevallen. Dankzij informatie van die tante vonden we een zus van je en zij vertelde dat er na jouw geboorte nogal wat is gebeurd in het gezin waar je vandaan komt. We hebben inmiddels gesproken met 2 van je zussen, een broer, je vader en je moeder. We hebben uiteraard geprobeerd te achterhalen wat er destijds nou precies is voorgevallen. Maar het zou kunnen dat de reportage die we je nu gaan tonen een aantal vragen bij je oproept die ook wij niet kunnen beantwoorden. Valmira Francisco da Costa, de moeder van Cristiano, woont in een buitenwijk van São Paulo. Ze was getrouwd en had al 5 kinderen toen haar man bij haar wegliep, na de zoveelste ruzie. Valmira was op dat moment hoogzwanger van Cristiano. Ze had geen inkomsten meer en kon nog maar nauwelijks voor haar kinderen zorgen. Ze meldde zich daarom bij een kinderopvangcentrum waar ze samen met de kinderen mocht komen wonen. De directrice van het opvangcentrum wist Valmira ervan te overtuigen om Cristiano af te staan. Mas lá na creche o Cristiano tinha comida e a tinha tudo. Então por que a senhora decidiu de doar? Porque ela passou medo em mim. Que acho que eu tinha que dar porque ele era doente, não podia cuidar. Ela foi quem? A dona da creche. A mulher da creche. E a não podia criar. Aí eu peguei, fui pela cabeça dela, que eu tinha medo também. Valmira was bang om op straat te worden gezet en ging akkoord met een tijdelijk voogdijschap. Als het weer wat beter met haar zou gaan, wilde ze zelf voor Cristiano zorgen. Op een dag stond ineens een vrouw uit Nederland in de crash. Por que aquela mulher apareceu da onde? Do quê? Holandês ainda. Quem ligou para lá? Quem deu o recado? Esse senhor holandês prometeu o quê para a senhora? Que ia mandar carta para mim, ia mandar notícia. Quando esse cara maiorzinho, ele ia trazer para mim ver. Mandava foto. Até hoje.
Maar bij de afstand van Cristiano alleen bleef het niet. Valmira's kinderen werden haar één voor één afgenomen en bij andere pleeggezinnen ondergebracht. Volgens haar speelde naast de directrice van de crèche haar man ook een kwalijke rol hierin. Als andere crianças, als drie andere, foram também dado de adoção através da dona da crèche, ela que ajudou. Foi ela e meu marido que levaram por um. Meu marido que ia direto lá no portão e procurar. Ela não deixava atender meu marido. Ela conversava com ele, lá ele ia embora. Falava pra mim se eu começar a mexer muito. Ele também falava pra mim que eu ia presa, sabe? Eu fui ficando com medo, porque eu não era uma mulher como sou agora. Eu era meia boba. Não era como sou agora, esperta. Que tempo eu era boba. Bras Germano da Costa, de vader van Cristiano, woont een paar straten verderop. Hij is officieel nog steeds getrouwd met Valmira, maar vanwege de vele ruzies wonen ze niet meer bij elkaar. Bras is een gepensioneerd vrachtwagenchauffeur. Hij heeft een alcoholprobleem en er lopen momenteel 8 processen wegens mishandeling en pogingen tot doodslag tegen hem. Mas o senhor concorda com que sua mulher deu para adoção? Eu acho que minha mulher podia ter ficado com ele como ficou com 5 ou 6. Podia ter ele junto também. Então quase que eu não devo. Quem deve é ela. Quase que eu não devo. Porque se estiver junto comigo, estava comigo. Mas o senhor deixou a mulher com 5 filhos. Deixei. E ela estava grávida. Deixei. Deixei. Deixei e fui embora. Agora, depois de 21 anos, como o senhor vê essa situação agora? Olha, um pouco constrangido, porque nós temos aquele sentimento de ter eu, pai biológico, ele adotado. Eu sinto, me dói, me dói. Tem hora que eu fico à noite pensando como é que ele está, como é que ele vive. Nadir, een zus van Cristiano, heeft via een zoektocht bijna alle kinderen weer opgespoord en bij elkaar gebracht. Op de plek waar vroeger het kinderopvangcentrum stond, vertelt ze hoezeer ze bij het zoeken door de eigenaresse van de crèche is tegengewerkt. Ik zei tegen haar dat ik queria tudo para me procurar todos eles, mas ela falou que não ia me dar. Tava com ela. E ela falou para que não insistisse. Ela desligou o telefone na minha cara. Ela falou: "Não, eu não quero saber mais de vocês. O que aconteceu, eu não vou falar mais." Tem uma coisa que a gente separou todo mundo, que não deveria ter separado. Esse lugar aqui também não é bom. Pra mim, não. Nadir vond onder andere de inmiddels 20-jarige Luis. Hij weet nog maar net dat hij ook een broer in Nederland heeft. Então, o que você sentiu quando você soube dessa notícia? Ah, uma emoção muito forte, né? Saber que tem um irmão que eu não conheço foi uma coisa bem forte. É, no momento, sério falar pra ele que eu queria conhecer, né? E saber que eu tenho um irmão, coisa que eu sempre quis ter e só tive irmãs mulheres, né? Agora saber que tem um irmão homem é legal. Marcia, de oudste van alle kinderen, kan zich Cristiano nog heel goed herinneren. Lembro também quando ele era pequenininho, ele deitava na cama, né, na beliche em cima. Aí minha mãe mandava eu olhar ele porque ele chorava muito, né, enfiava a chupetinha na boquinha dele e virava ele de lado, né? As coisas que eu lembro, né? Então ele ficava sentadinho, deitadinho, colocava a chupetinha na boca dele e passava a mão no rostinho dele, né, para ele parar de chorar. E lembro também na época que ele foi com essas mulheres, ele estava embrulhado num xale verdinho. E ainda eu falei pra minha mãe: "Mãe, não dá ele." Aí a mulher da creche, a dona Dalva, ela me pegou pelos braços e falou: "Você vai pra dentro." E eu chorando, eu falei que eu não ia. Desde pequena eu sentia aquela coisa assim, como se fosse estivesse tendo uma coisa dentro de mim, entendeu? Quando levaram ele. E hoje eu não queria ver ele lá, eu queria ele estar junto aqui comigo, entendeu? Pra mim falar pra ele tudo o que aconteceu com ele, entendeu? Não através de uma filmagem. Eu queria estar lá, falar, ó, dar um abraço nele, beijar ele e falar, ó, até hoje
Eu sinto a sua falta, mas eu queria comentar com meus pais, mas eu tinha medo de eles chegarem e não responder nada. Eu arrependi de ter dado o Cristiano, mas já tinha feito, né? Não ia voltar atrás. É onde eu ia buscar ele depois. Arrependi muito. Tenho muita saudade dele, vixe. Ik kan me voorstellen, Christiane, dat er heel veel vragen zijn. Maar je kunt ze allemaal stellen, want je moeder is nu hier met je broer. Kom maar. Deze ontmoeting zijn we aan het einde gekomen van deze Spoorloos. Volgende week maandagavond, dan zijn we er weer. Graag tot dan. Dag. Haben Sie nie in Ihrem Leben gedacht, wie wird es meinen Kindern gehen? Gedacht schon, aber weiter nichts. Weiter nichts? Nee. Ich hatte selbst zu kämpfen. Mhm. Nee. Ich habe selber nichts. Ich habe selbst nur eine Rente von 900 Mark. Das ist auch alles. Nur eine kleine Bude. Das war einer zu kämpfen. Ja. Ich habe sie doch noch gar nicht gesehen. Also das ist die Jose. Und das ist der Jürgen. Und das sind die Enkelkinder. Ja. Der kann doch stolz drauf sein. Denk mal an meine Kinder, Mensch. Kannst du das? Also ohne den könnte ich gar nicht. Ich lebe für die. Ehrlich, das weißt du, ne? Mhm. Ich lebe für die. Meinst du nicht, dass noch einmal zu machen ist? Dass ihr euch mal kennenlernt. Helga, ich will mich nicht da reinischen, aber ja. Du, hier das Herz, das lässt dir jetzt keine Ruhe, ich glaube es mir. Was Süße! Guck mal, stell dir mal vor, das würde sich erst einmal umarmen. Würde dir die Hände hier oben rumlegen, würde dir ein Küsschen geben und sagen, Oma, du bist lieb. Hm? So wie meine das machen. Du bist meine super Oma, sagt der Maxime. Harm?